Vrienden, weer even de update natuurlijk over de boer zoekt vrouw. Ja, goed, ik heb het al gezegd. Die Jouke of die Boppen daar in Friesland, dat vind ik helemaal niks. Dus daar hebben we het niet over. En we hebben het ook niet over Lammetje, want dat is werkelijk te saai voor woorden. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Hans, bijgenaamd Hinnik. En we wisten het al, ik heb dat al die tijd al gezegd. Die buurvrouw, die Dini, die kan het nog helemaal niet aan. Die is nog lang niet zo ver. Dat hebben wij al lang gezien met z'n allen. Wij wisten het al. Dat gaat hem niet worden. Nee, dus die zegt nu tegen Hinnik, ik ga er vandoor. Want ik zit nog veel te lang te chimieën over mijn overleden man. Nou, dus, maar ik ga je wel wat zeggen. Daar gaat die buurvrouw enorme spijt van krijgen. Dus moet Hinnik nu verder met Annette, het Zeeuws meisje. En dan kom ik natuurlijk bij onze Maud. Ja, daar genieten wij natuurlijk allemaal van. Maud, die dansen door het huis daar bij Koetjeboe. En heeft het zo verschrikkelijk naar de zin. Ja, en zegt dan ook ineens zegt ze dan, hoe ben jij toch een lieve man, zegt onze Maud dan. En Maud is helemaal blij en vindt ook het melken, oh, dat vindt ze ook zo leuk. Want het is dan volgens Maud een soort yoga. En dan is er natuurlijk Koetjeboe zelf. Want Koetjeboe, dat is gewoon heel bijzonder. Want heb je dat gesprek gezien tussen die Nans en Koetjeboe? Ja, dan krijgt ineens het woord ongemakkelijk, krijgt een hele andere dimensie. Want die Koetjeboe, die spreekt allemaal maar twee woorden en zo. Dan zegt hij, ik denk, en dan stopt Koetjeboe. Ja, of hij zegt alleen maar, hoezo dan? En dan gaat hij weer aan staan kijken gewoon. En dat die Koetjeboe, een Koetjeboe die blijft gewoon maar steken in hele korte zinnetjes. En dat is prachtig gewoon. En daarom hadden die dames verzonnen om een spel te gaan spelen, om gewoon wat geluid uit Koetjeboe te krijgen. Ja, dat hij gewoon wat meer woorden achter elkaar gaat zeggen. Nou, dat spel dat leek ook helemaal nergens op. En toen opeens, toen maakte Koetjeboe een zin die wat langer duurde dan 5 seconden. En toen zagen de dames in hem, ja, let op, ineens een grote denker. Haha, is die goed? Ja, ja. En dat etiket krijgen wel meer mensen die zwijgen. En dan is er natuurlijk Rob, bijgenaamd Kersenpit. Nou vrienden, dat wordt een beetje huiveringwekkend gewoon wat daar zich allemaal afspeelt. En we gaan allerlei spelletjes verzinnen om maar aan zoentjes te komen. Het is werkelijk, oh, weet je wel. Ik heb al een keer gezegd, hij heeft de geile neef in zijn familie. Maar dat niet alleen. In zijn familie zit ook de vieze man. Ah, wat vrienden. Gadverdamme. Heb je gezien, op een gegeven moment, toen ging hij daar met die flirt, ging hij staan zoenen. Ah, ja, 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 ja. Ja, dan moeten we toch gewoon een heel nieuw woord gaan uitvinden voor het woord onsmakelijk. Want anders kunnen we dat soort dingen gewoon niet meer beschrijven in de toekomst. Ja, dat is het gewoon, dat gevoel. En die Kersenpit, die denkt maar gewoon steeds, waar hij dat vandaan haalt, dat die vrouwen hem zo leuk vinden. Nou, maar die Sonja, die krullenbol, die zegt, ja, ik weet het niet hoor. Er zit wel iets, maar ik ben nog niet hout op de botel, nog helemaal niet. En die flirt, die ziet het ook nog helemaal niet zo zitten. En die Kersenpit, die gaat maar door en die houdt niet op. Want dan doet hij weer zo'n spel, ik ken het niet eens, vrienden, met van die kleurtjes. Met de twister of zo, zei het. Jongen, zit mijn rechter elleboog op geel of zit mijn enkel op groen? Nou, het is toch ook wat. En hij maar, kun je even mijn nek passeren? Oh, ik heb zo'n stijve nek. Oh, het is werkelijk heel, heel ernstig. En daarom, beste vrienden, vanwege Koetjeboe, maar zeker nu ook vanwege Kersenpit, blijven wij kijken.